Het ministerie van Financiën heeft sinds de invoering van de wet op rij- en voertuigenbelasting op 1 januari 2019 een bedrag van 52 miljoen Surinaamse dollar opgehaald. Dat laat het ministerie optekenen door het Nationaal Informatie Instituut. Voorts meldt het NII dat de controle op de naleving van de wet pas in de tweede helft van dit jaar zal plaatsvinden. Maatschappelijke groepen hebben het ministerie erop gewezen dat er in de wet zaken zijn opgenomen die kritischer moeten worden bekeken. Zo zou er sprake kunnen zijn van een dubbele belasting van voertuigen met aanhangwagen. Verder moeten de strafbepalingen samen met de procureur-generaal worden aangescherpt. Het ligt in de bedoeling dat de wet reeds dit jaar wordt gewijzigd. Aan de samenleving wordt een dringend beroep gedaan om hun betalingsverplichting na te komen. Met de opbrengsten zal namelijk de infrastructuur landelijk worden aangepakt.